Ik ben hier terecht gekomen door de Speedmeet van Avans. Dat is een meeting waar heel veel bedrijven naartoe komen om studenten te werven voor opdrachten die zij klaar hebben liggen voor stages. Daar heb ik Bart ontmoet, die representeerde ICT. En we hebben samen een opdracht kunnen bedenken op basis van wat ik hier graag wilde doen. En dit is in dit geval het detecteren van emoties. Ik ervaar het wel als goed, want in eerste instantie had ik wel het idee dat het anders zou zijn, omdat ik van tevoren wist dat het een groot bedrijf zou zijn. Dus ik dacht dat het allemaal wat minder soepel zou verlopen, dat dat formeler zou zijn. Maar dat bleek uiteindelijk wel tegen mee te vallen, bedoel ik. Contact met collega's is goed. Ik vind het wel leuk dat je hier ook die andere stagiairs, die zitten hier dan bij in Eindhoven. Dus het is niet zo dat je hier eentje stage loopt. Dus je hebt ook contact met andere mensen die soort van in hetzelfde schuitje zitten als jij. Dus daar kun je veel meer overleggen hoe zij bepaalde dingen aanpakken en waar zij tegenaan lopen. Er wordt vanaf hier ook goed georganiseerd. Dus dat is wel fijn dat je meer contact hebt met die stagiairs en dat we wekelijks een stand-up houden. Persoonlijk ga ik liever naar school, maar dat is niet omdat ik stage minder leuk vind, maar dat komt omdat stage toch 9 tot 5 is. Dat is niet echt mijn ideale werktijd, zeg maar. Ja, ik leer wel meer op stage dan, hier op dan in principe op school. Want ja, niet per se dat je meer leert, want theoretisch gezien leer je meer op school. Maar je leert toch hoe het is om in een bedrijfsleven te staan en je leert toch jezelf verder ontwikkelen en professionaliseren dan wanneer je in een klaslokaal zit. En daar standaard theorie krijgt die je hopelijk in de praktijk kunt toepassen. En hier zul je zien of dat daadwerkelijk zo is. Ik zou in ieder geval van tevoren zorgen dat mijn opdracht wat duidelijker is. Daar hadden we, nou ja, de opdracht was in principe wel duidelijk. Maar ik begreep, voor mezelf was het niet echt duidelijk. Dus wel, ik had niet goed genoeg gecommuniceerd met de opdrachtgever, met de bedrijfsbegeleider over hoe of wat. Ik denk dat ik zorg dat ik 100% helder heb voor mezelf wat precies mijn opdracht inhoudt. En niet dat ik dat in de eerste weken nog moet gaan uitzoeken. Dat vind ik wel een van de belangrijkste dingen die ik wil meenemen naar een volgende stage. Ik zou deze plek wel aanraden, omdat ja, het zit er heel erg tussenin, zeg maar. Het is net geen heel groot bedrijf en het is net geen heel klein bedrijf. Het is net niet heel formeel, maar ook niet heel informeel. Dus je zit overal net tussenin en ik denk dat dat wel een plek is waar je juist heel veel van kan leren. Dus ik zou het zeker aanraden omdat je echt het bedrijfsleven van verschillende kanten leert kennen. Was dat zo'n vraag? Waar was je donderdag? Afgelopen donderdag.